De Nationale Assemblée is vandaag van start gegaan met de derde editie van de Academische Week. Op de eerste dag stond het nieuw burgerlijk wetboek centraal. Met het thema Time for Change and Progress wil DNA met deze Academische Week bijdragen aan het eindproduct van de conceptwet burgerlijk wetboek. DNA-voorzitter Marinus B. haalde aan dat het nieuw burgerlijk wetboek gezien kan worden als een monumentaal document in Surinaamse juridische geschiedenis die als leidraad zal gaan dienen voor ons civiel rechtssysteem. Van harte hoop ik dat u allen beseft dat deze academische week ons een unieke kans biedt om het begrip van onze juridische landschap te verdiepen, zodat we deze cruciale hoekstenen die onze sociale en economische vooruitgang alleen positief kunnen beïnvloeden. Vanuit deze plek wil ik u daarom aansporen om innovatieve ideeën de vrije loop te laten, zodat de collectieve inspiratie onze denkbeelden kan verruimen. Houdt u AUB voor ogen dat elke bijdrage de wereld kan verrijken en onze toekomst vorm kan geven. B stond ook stil bij het feit dat het vandaag precies 158 jaar geleden is dat de volksvertegenwoordiging haar intrede deed in onze natie. B herinnerde eraan dat er enkele transities zijn geweest die hebben geresulteerd in de totstandkoming van de Nationale Assemblée zoals we die nu kennen. Geen mooiere datum dus om de derde academische week aan te kondigen. Die is geïnitieerd om de gemeenschap te informeren over het nieuw burgerlijk wetboek, de NRA-ontwerpwetten en de onmisbare rol van de jaarverslagen van de Rekenkamer. Het is de bedoeling dat we deze drie dagen samen met elkaar de materie voor deze essentiële pijlers van onze bestuurlijke landschap uitpluizen, om te geraken tot eindproducten waar we als Suriname trots op kunnen zijn. In de academische week zal er iedere dag een ander onderwerp behandeld worden. Morgen wordt er gesproken over de Nationaal Risicoanalysewetten, NRA-wetten en de Rekenkamerverslagen. De academische week van de Nationale Assemblée die wordt gehouden in de vergaderzaal bij de Onafhankelijkheidsplein, wordt op vrijdag 10 mei afgesloten.